Nou, daarom is hier een journalist vanavond aanwezig die hier een stukje over aan het schrijven is. En die heeft de fotograaf meegenomen. Nou, mocht je nou niet willen gefotografeerd willen worden, zeg dat dan even tegen hem. Of tegen mij, of tegen een ons hier. En dan zorgen wij ervoor dat niet gebeurt. Ik ben dus na eindweek bijsboot vrijgelaten. En ik dacht, nou ja, het is nu 3 van mijn bijsboten en makkers die zitten nog vast. Dus ik dacht, dat is leuk om hier te komen een beetje te vertellen hoe dat daar aan toe gaat. Ik zou het proberen kort te houden. Op zich is detentie is niet een heel spannend iets. Het is gewoon een cel is een cel is een cel. Dat is als een deur die is dicht, dan kom je er niet uit. Dus ik denk dat de meeste van jullie wel eens een politiebureau van binnen gezien hebben. En dat is een beetje meer van hetzelfde. Op zich was het voor mezelf was het tegengehouden. Ik vond het in alle eerlijkheid, ik vond het bijna leuk. Want ik had al die bijsboot, had ik al een keer van binnen gezien bij een bezitting toen die nog in aanbouw was. Ik was al tegen de vreemdelingen vet, ik was al tegen die bijsboot. Nu zat ik op het politiebureau en ik kreeg, zoals meerdere van jullie hebben gehoord, van oh je wil niet meer werken, nou ik kwam in de vreemdelingenbewaring. Dat was toen woensdagochtend geloof ik, dinsdagavond al. En vrijdagmiddag zeiden ze, en nu ben je niet eens meer in vreemdeling, maar ik word nog getransporteerd naar die bijsboot. En ik dacht, nou, doe maar, weet je, echt fantastisch. Dus komen we daar. We waren toen nog 7 mannelijke arrestanten die naar de bijsboot gingen. De dames die nog NN waren, gingen naar Rotterdam. Daar heb ik geen verhaal van binnenuit, want daar was het niet bij. Die bijsboot, het meest bizar daarvan is dat ze deze krakers die NN zijn, en daar was voor de bijsbootpersoneel was het heel duidelijk, van jullie zijn geen illegale, jullie zijn krakers. Dus jullie kregen een aparte afdeling. Dus ze hebben daar op die boot hebben ze verschillende afdelingen. En die de afdeling is 35 cellen, die cellen zijn voor 2 mensen en die zitten allemaal langs de zijkant. En in het midden heb je een heel grote ruimte, nou zo groot als dit ongeveer. Want dat is de gemeenschappelijke ruimte met een beetje tafels en stoelen en een beetje pingpong tafel, dit soort dingen. En dus normaal gesproken zitten daar dus, dat is in die cellen van 2 mensen, je hebt 35 keer 2, dus je hebt 70 van die mannen die daar gevangen zijn, plus een aantal bewakers. Maar kennelijk zijn er toch niet zoveel illegaal in Nederland als wat ze gedacht hadden toen ze die boot bouwden. Want ze hebben dus een hele afdeling die eigenlijk structureel leeg staat. En die hebben ze eigenlijk speciaal voor ons nog even opengegooid. Deze bewakers, dus we hadden, voor ons was het heel luxe. We hadden gewoon een hele afdeling voor onszelf. En heel veel bewakers, ook speciaal voor ons. En je zit daar en je krijgt eten en je krijgt televisie en je krijgt nog een beetje geld iedere week. En verder, ja, het is gewoon heel saai. Je krijgt s'nachts, wat je op slot gedaan, dus vanaf 5 uur 's middags gaat je cel op slot. En de volgende dag om 8 uur wordt je weer open gedaan, dan mag je daar rondlopen in die gemeenschappelijke ruimte. En dan kan je daar een beetje met je gevangenismaatjes een beetje pingpong spelen en puzzels leggen. En het zielige is natuurlijk dat die bewakers, die zijn allemaal van die dat zijn mensen zoals jij en ik. En die hebben daar een baan en die willen ook graag pingpong met je spelen. Want ja, die vervelen ze ook te pletten. En die, na een week mocht ik naar huis, maar hun moeten daar nog iedere dag blijven werken tot het is echt zielig. En wij onderling hadden we natuurlijk een redelijk sterke band. Deze jongens die kenden ik deels nog niet. En voor zover van nu weet ik hun naam nog steeds niet. Mijn medegevangenen, zeg maar. Maar die waren al een beetje, dus we hadden heel snel een beetje iets van nou, we weten heel goed waarom we hier zijn. Die bewakers gaan we niets meer doen. We gaan ook niet met u praten of zo. We gaan niet van die leuke praatjes van goh, bla bla bla. Weet je, dat doen we helemaal niks. Wij doen onderling een beetje praten en pingpong spelen. En die bewakers die doen hun eigen ding. Dus dat was wel een fijne ding. En op zich opvallend of leuk vond ik zelf dat die. Kijk, voor mij was het. Ik ben al lang bekend bij de politie. Mijn vingerafdruk staat in de computer. Dus vroeg of laat komen ze bij mij en zeggen ze: hey, Lucianie, jij bent dit, wat doe je hier? Ga maar naar huis. Dat heeft me verbaasd dat het zo lang geduurd heeft, maar uiteindelijk moest ze zelf toegeven, ja, je bent toch Nederlander, ja, dat is een beetje raar dat je hier bent. Het was nog een hele spel van, dat ze dan, ja, daar heeft Ernst al gezegd, en die vreemdelingenbewaring is dan een heel raar iets. Ik denk dat het voor een aantal van jullie geen nieuws is. Voor een aantal mensen was het deze gelegenheid een kans om daar zich een beetje in te lezen. Op zich is het bestaan van een vreemdelingenwet in Nederland is al een heel raar iets. Dat is een wet die het mogelijk maakt om
onschuldig mens waar geen verdenking op bestaat, die gewoon vast te zetten. En normaal gesproken wordt die speciaal alleen voor buitenlanders toegepast. Dus dat is echt gewoon raar. Dus Cohen heeft die vet gemaakt, Verdonk heeft hem toegepast. En dat is heel erg de IND. Je merkt ook aan al die medewerkers van de IND die je spreekt. Die zitten heel erg in het traject van buitenlanders, die moeten we niet in Nederland, dat is een probleem. En af en toe kom je eentje tegen op straat. En je ziet dat er een buitenlander is. Meestal zijn ze zwart of zo. Je zegt wat is in je papier. En als ze dat niet heeft, dan zet je ze vast. Ze hoeft niks van te hebben gedaan. Ze komen vast. En ze komen vast voor 1 week, 2 weken, 2 maanden, 3 maanden. Tegenwoordig is daar maximum aan. Vroeger was dat niet. En officieel, en dat is inderdaad volgens het Europese blazen, officieel mogen ze alleen vastgezet worden. Als er zicht is op een uitzet. In de praktijk in Nederland is dat niet zo. Dat zeiden die bewakers ook heel duidelijk tegen ons af en toe, zoals het uitzet liep. En daar weet iedereen met IND medewerker. De meeste illegaal die worden vastgezet, die worden niet uitgezet. Die worden op een gegeven moment weer op straat gezet. Dus dat is eigenlijk de facto, zeg maar, feitelijk is vredeling waarin is gewoon een straf die een beetje willekeurig wordt toegepast op mensen die verdacht zijn van buitenlanderij. Niet van die strafbaar maken. En nu, het grappige van dit verhaal is dat het nu wordt ook toegepast op krakers of demonstranten of mensen die dus van straat zijn gehaald bij een onverenigde onschijnheilig of bij een andere ding. En die dan zeggen van ja, hey, maar ik heb niks gedaan, dus you have the right to remain silent. En als je dat doet, dan heeft er van op de naam gedacht, ja, we hebben dus een geweldig vreemdelingenwet, passen we niet toe. En dat is bij die cultuur bij de IND is daar heel sterk van, als je eenmaal daar zit, is het jouw probleem. Ze hoeft helemaal niks voor je te doen. En überhaupt gaan uitzoeken wie je bent, ja, dat hoef je niet te doen. Want jij moet er zelf maar zorgen dat je in je paspoort gaat komen, dit soort dingen. En daar houden ze heel goed vol, want ze hebben genoeg ruimte en ze krijgen geld. En, dus bij mij duurde dat heel lang. En ik wist wel dat het zou komen. En die andere jongens die nu nog vastzitten, daar gaat het nog wel langer duren, denk ik, voordat de IND ooit vastgesteld heeft wie dat zijn. Maar wat ik nog over hun wilde zeggen, en ik vind het heel goed dat mensen de post sturen, want het is echt verschrikkelijk saai, en post is echt superleuk om te krijgen. Maar deze jongens, die weten, alle drie die nog vastzitten, die weten heel goed wat ze daar zijn. Die hebben ook heel erg iets van, ik weet wat ik doe en ik weet waarom ik hier zit. En het is, weet je, ik kan buiten zijn en dat, of ik kan hier zijn en een statement maken. En dat is ook heel erg de, ik zou zeggen, de move wat ook heel veel krakers hebben. Je kan zeggen, oh, legstand is slecht en ik steun voor die partij, want die doet dat samen. Maar je kan ook zelf iets doen en zelf je leven omgooien en een bank gaan krijgen. Dat weten jullie allemaal, denk ik. Dat is iets heel anders als je zelf direct dat meemaakt. En die mensen die nog vastzitten, die hebben ook heel erg van, ik ga zelf niet, weet je, ik ga niet zeggen dat andere mensen de vreemdeling moeten, ik ga gewoon. Als dat zo is, als dat de manier is waarop ik met vreemdelingen omgaan in dit land, dan ben ik ook een vreemdeling en ik heb ook geen papier. En ik wacht wel dat op een gegeven moment nog een ambtenaar denkt van, hey, dit kan niet meer en ga je weer op straat. Dus op zich denk ik dat ze het nog even volhouden. Evenwel denk ik dat voor hun dagelijks probleem, denk ik, of voor hun dagelijks dag in de basis is het echt heel fijn om post te krijgen. Dat je iedere dag weer een nieuwe post hebt. Het maakt helemaal niet uit welke post. Je moet vooral lange brieven schrijven of leuke stukken van het internet uitprinten en opsturen. Je kan iets, ja, echt serieus, weet je. Of leuke stukken van stripboek of wat dan ook, weet je. Gewoon je eigen dag vertellen. Ik ben naar mijn werk gegaan, ik heb dit gedaan, weet ik veel. Weet je, dat is eigenlijk zelfs leuker dan als je alleen maar zegt sterkte, want ja, dat snappen ze wel, dat is wel sterkte. Dus blijf maar vooral post sturen en dan dat hopen wij dat op een gegeven moment ergens in de radertjes van de staat iets gaat bewegen. Maar ja, nou, zoiets heeft niet over te ver, geloof ik. Gezet, dus dat was niet zo makkelijk. We hadden sporadisch tijdens die lucht, konden wij door andere luchtkooien zien. Die luchtplaats zit op de boot, dat is een soort hok met dingen omheen, zeg maar. Dus konden we wel een beetje van de ene tralie werken naar de andere tralie werken, vaak een meter verderop een beetje over de weer roepen. Het leuke is dat mensen die daar zitten, diegene die we spraken, Ik had het idee die paar keer dat we mensen konden spraken, was heel duidelijk mensen die daar vaker waren geweest en die ook echt van die mensen die al jaren in Nederland wonen en gewoon weten een beetje hoe dat werkt, die ook heel goed weten dat ze toch niet uitgezet worden, dus die denken, ja, weet je,
vreemdelingenbewaring hoort een beetje bij de dingen die je meemaakt als je op straat leeft en af en toe word je opgepakt. Dan kom je daar niks tijd, zeg maar. En, nou, als het, dan duurt het een paar maanden, dan kom je daar weer uit. En, nou ja, weet je, voilà. Als je moest zeggen, weet je, dat gingen wij vertellen, ja, wij zitten hier van de krakers en NNers. Hey, jullie zijn gek, ga toch naar huis, jongens. Dat is een beetje het idee. En toen die naar die NNerwij-demo was, dan gingen we vragen van, goh, heb je dat gehoord en dit en dat. En dat vonden ze wel, ze snapten heel goed dat dat niet specifiek voor ons was, maar voor iedereen die daar zit. Maar dat vonden ze wel heel leuk. Dus dat vond ik wel leuk om te merken dat ze snapten wel en wel. Doordat wij daar waren, dat die lawaai-demo kwamen, maar dat die wel voor iedereen bedoeld was, daar kwam wel goed over. En Balletje begon te rollen. Huh? Het balletje begon te rollen bij de. Nou ja, het begon, nee. Het hoorde je heel goed binnen als mensen bij zijn spelen. Welke was dat? Wanneer? Zaandam? Zaandam, welke was dat? Even kijken, ik moet zeggen, wij. De kraken en Nederlanders die zitten allemaal aan de valkant. Dus als mensen aan de overkant van de vaart zitten, dan horen we eigenlijk helemaal niks. En aan de valkant hoor je het helemaal niks, want daar zit een enorme lood tussen. Dus dat, we hoorden dit niet heel goed. Maar de mensen op de eerste boot horen daar al veel beter. En daar gaat het ook om doen. Dus ik weet het gezegd niet meer. We hebben het vrijdagavond gebracht. Ik denk maandagavond, dinsdagavond moeten zijn geweest. Die hoorden wij uiteindelijk, maar dat duurde bij mij in ieder geval even voordat ik begreep dat er daarbij nemen was. Gaan mensen ook binnen de lijn maken? Of, ja. Maar dat betekent, ja. Mag je een vraag, want we hebben letterlijk bij die demo's geweest. Het kan dus zijn dat je. Huh? Dat er dus een paar dagen later hoorde dat er een demo was. En dat je dat dan ook gehoord had van je mede. Nou ja, hoe zeg, kijk, wij zaten. En kraakers, die zitten dus op die tweede boot bovenin achter, dus daar hoor je nog het minst, denk ik. Ja. En ik denk dat die mensen die in de eerste boot zijn, die horen dat veel beter en die gaan ook veel meer heen maken. Ik denk dat je het ook gemerkt hebt, sommige mensen gaan zwaaien en terug zwaaien. Zij kunnen binnen ook flink veel herrie maken. En op zich, ik heb al eerder, ben ik eerder bij lawaai-demo's geweest, of bij Komzijs, bij andere vreemdelingenbewaring. Dat is altijd een discussie van, weet je, sommige mensen binnen die gaan echt door het dolle heen, die worden helemaal veeld. En dan denk ik, oh shit, straks komen ze terug in isolatie, want dat is dan wat daar gebeurt dan. Dus als je dan van jezelf een maakt of heel te veel herrie maakt. Nou, kunnen we vragen als je jezelf binnen zegt, hé, jij hebt heel veel herrie gemaakt, jij gaat dat rekenen niet zo in. Maar van wat ik gehoord heb van mensen die rechtmatig op bezoek gaan bij illegale die. Op zich, mensen die daar langer zitten. Die hebben dat ervoor over. Dus meestal is echt de bottom line is van, lawaai-demo's geweldig. En ook al moet ik daarna een week in de isolatie, maar ik maak allemaal niet uit. Voor die 5 minuten lawaai-demo is er 1 week in de isolatie. Ja. Dankjewel. Ik zal een applaus voor Anton. Ik vond het een fijne.